beste bartender ter wereld is er weer. En dan hebben we het natuurlijk over Tess Postumus. En ze gaat ons weer een stoomcursus cocktails maken, geven. En inspiratie voor het kerstfeest heb je nu voor ons. Precies, ja. We zijn weer gezellig samen vandaag. En ik dacht, laten we er dan ook maar meteen twee maken. Eén met en één zonder alcohol. Omdat kerst zit eraan te komen en niet iedereen drinkt alcohol. En niet iedereen mag het of wil het. Of wil een beetje aan de lijn denken. Hè? Precies, dus een beetje ja, die calorieën. Precies, of wil gewoon eventjes niet na alle wijn bij het eten. Dus ik dacht, we laten even zien wat er allemaal mogelijk is. En dat doe ik door een kerstpunch te maken. Mm-hmm. Ik maak er nu eigenlijk gewoon één service ervan. Maar deze kan je heel makkelijk in een grote karaf maken. Kan je vooraf klaarmaken, in de koelkast lekker koud laten worden. En dan, op het moment dat alle gasten arriveren, kan je het gewoon op tafel zetten. En iedereen kan zichzelf helpen. Dus dat is gewoon lekker makkelijk ook. Heeft iedereen een drankje. En dat blijft gewoon lang goed als je dat in de koelkast zet. Ja, je moet het niet 3 dagen van tevoren maken. Want nee, er zit wel verse citroensap in. Bij heeft het gevoel van je maakt hem en je drinkt hem meteen op. Ja, toch? Ja. Ja, bij een punch kan je dus lekker vooraf maken. En nu, we beginnen toch met de alcoholversie. Dus op basis van Bobby Genever. En dat heb ik uitgekozen omdat gisteren was de lancering daarvan in Amsterdam. Ik dacht, het is wel leuk om dat dan eventjes te gebruiken vandaag. Het is een Nederlandse nieuwe Genever. Een jongen. En er zitten wat, net zoals de Bobby's Gin, wat Indonesische kruiden in. Dus nu hebben ze gekozen voor citroengras, kardemom, een beetje gember ook, zwarte peper en natuurlijk jeneverbes. Nou, dus dat gaat in de... Klinkt bijna gezond. Ja, precies, precies. Ja, en dus alcohol en moutwijn. Een beetje vanillesiroop, die gaat in allebei. Het recept trouwens, ik vind het altijd vervelend om heel veel maatjes afmetingen te noemen. Dat wordt zo saai. Dus ik publiceer het allemaal straks gewoon ook op mijn Facebookpagina. Dat is gewoon testpostumus.cocktails. Okay. Daar kan iedereen alle versies, allebei de versies en voor 6 personen ook meteen teruglezen. Dan wat vers citroensap. En dit kan je dus gewoon vooraf lekker klaarmaken. Dan heb je het jezelf wat makkelijker gemaakt. Ja, dat scheelt, want je hebt vaak een hoop te doen op dat soort avonden. Ja, ja. En zeker als je echt lekker eten gaat koken ook. En dit is gewoon eigenlijk, je doet dus hetzelfde en de ene met alcohol en de andere zonder. Ja, precies. Dus echt gewoon, je kan het gewoon dubbel doen. Dus je kan ook gewoon 2 karaffen maken en heb je een alcoholvrije variant en een met alcohol. En hoeveel calorieën scheelt dit? Omdat het toch mij even calorieën hebt. Enig idee? Dat durf ik niet zo te zeggen, 1, 3, maar het scheelt zeker calorieën. Het ding is namelijk gewoon, ja, alcohol zet gewoon om in suikers. Dus ja, het is gewoon nooit welke vorm van alcohol je kiest. Het is nooit gezond, maar kan wel heel lekker zijn. Ik vind die kleur ook mooi. Precies, ik dacht ik maak hem niet al te heftig. Hè. Je kan met kerst kan je natuurlijk heel donker gaan met smaken. Met cranberries en allerlei donkere kruiden. Ik heb het wat redelijk licht gehouden. Dus ik heb er net een beetje rooslimonade bij gedaan. Ja. Ik roer het allemaal eventjes goed door, zodat het mengt. Daarom heeft het een beetje die lichtroze kleur. Wat precies. Gewoon, het komt heel vrouwelijk over. Ja, nou, dan wordt hij wat mannelijker of tenminste wat kerstiger. Doordat er een schijfje citroen, een kanielstokje en een sterrenijsje bij gaan. Oh, mooi. Die geven dan een smaak af en je ziet het natuurlijk. Mensen, kijken even via de livestream mee, want het ziet er echt prachtig uit. We hebben straks ook een filmpje van. Oh ja, kijk. Ik ging al heel gretig. Welke heb je me nu gegeven? Ik heb nu de alcoholvrije gegeven. De alcoholvrije, oké, dan begin ik daarmee. Ja? Ja, ik vind het heel lekker. En deze met? Ja? Dan merk je dat die jenever, het is een jong jenever, maar wel met redelijk wat kruiden en ook wat bloemigheid eigenlijk. Geeft hem toch net wat meer complexiteit en wat meer... want het maakt het net iets interessanter. Ja, maar ik vind die ook echt niet verkeerd, hoor. Nee, precies. Nee, maar non-alcoholisch kan ook heel lekker zijn. Dus dat wou ik even laten zien, dat ook heel goed kan. Heerlijk. Ja. Nou, hartstikke mooi. Ja, cheers. Ga je zelf nog wat leuks doen met de kerst? Ik ga naar de familie. Nee, ik ben lekker vrij. Ja. Okay. Eerste kerst met de schoonouders en tweede kerst met mijn eigen ouders. En is het dan, word je dan ook weer gevraagd van maak dat wordt wel, ik word wel aan het werk gezet. Ja. Wat ga je dit dan maken of ga je dan toch iets anders maken? Ik denk dat ik deze meeneem dit keer. Ja. 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 Ja, omdat ik vind het ook leuk. Het is nieuw, die jenevers. Dan vind ik het altijd leuk om dat aan mensen te laten proeven. En nou, je weet, ik heb zelf ook echt een zwak voor jenevers. Ik vind het altijd leuk als daar dan op dat gebied dingen gebeuren. Dus ik denk dat ik voor deze ga dit keer. Nou, mooi. Ik ga hem opzoeken. Ik vind hem heerlijk. Dankjewel. Alsjeblieft. En tot de volgende keer natuurlijk weer. Tess Postumus. Tess Postumus. BNR Nieuwsradio. Roelof Hemmen.